Hallo allemaal, welkom en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe maptour. Dit keer de map Fairhead. Het is een Noord-Ierse map. Deze map is crossplay en heeft geen extra mods nodig en dat is natuurlijk wel fijn. Verder heeft deze map 120 velden, meer dan 100 custom gebouwen, 2 bosbouwgebieden, 2 meren, 2 graanverkooppunten, een silageverkooppunt, aangepaste groeikalender, custom belichting en custom bossage. Nou, dit is de eerste keer dat ik hem ook opstart, dus we gaan kijken wat het is. Ik heb hem opgestart weer een nieuwe boer. En dan kunnen we samen een kijkje nemen of deze map wat voor jou is. Nou, eens even kijken waar we hier zijn op de map. Ik pak gelijk de map er even bij en dan kunnen we even bekijken. Dit is de map. Nou, dat is gewoon een standaard 2x2 map, alleen je hebt hier al een heel gedeelte wat je niet gebruikt, want dat is water. Kun je ook niks mee, je kan dit ook niet kopen, dit gebied niet. Dus het gaat puur om dit stukje. Nou, voor mij is het wel een leuk mapje, zo als ik het op het eerste gezicht bekijk. Zijn dit je velden? Veld 111, veld 49, veld 8, veld 10, veld 4, veld 55 en veld 9. Nou, dat zijn behoorlijk wat. En als ik dit zo zie, zijn het alleen maar grasvelden. Dit is vooral een, als je dat zo ziet, het is vooral een grasmap als ik dit zo op het eerste gezicht even beoordelen moet. Nou ja, dit is dus de map, de boerderij waar je mee begint, opnieuwe boer. Maar zo te zien heb je hier nog meerdere mappen, Redlin View Farm, de Fairview Farm, de Hillview Farm. We gaan ze allemaal even belang straks. De Rune Farm. Interessant. Fair Energy, dat zal denk ik de biogas zijn. Maar straks kopen we gewoon even. Ja, we kopen het gewoon allemaal. En dan kunnen we even zien wat er is. Laten we het gelijk maar even regelen. Nou, dit is dus de boerderij waar je mee begint op Nieuwe Boer. Ja, ik zie hier gelijk al in mijn oog iets springen. En dan denk ik, ja, de afwerking. Die had iets beter gekund, maar... Laten we ons daar niet gelijk door afleiden. Het is natuurlijk een Noord-Ierse map. Dus Engelse map met hekjes, poortjes, smalle weggetjes en je weet het allemaal wel. De gebouwen zijn wel erg leuk gemaakt, die custom gebouwen. Zoals die lantaarnpaal hier, lantaarn aan de schuur. Maar we gaan eens even kijken of we ons gereedschap kunnen vinden. Kunnen we hier ook in? Ja, we kunnen erin. Nou, ik heb in ieder geval één trekker gevonden. Dit is ook gelijk je werkplaats. Kleine massie. Nou, laten we eerst eens even het gereedschap erbij pakken waar je überhaupt mee begint. Ik begin alweer chaotisch in de weer te rennen, maar dat schiet niet op. Zo te zien heb je aardig wat gereedschap. Trekkers, 2 trekkers, een verrijker, auto, balenpersje. Dus je hebt ook gelijk al wat grasgereedschap, dus dat is hartstikke fijn. Maar het is gewoon gangbaar gereedschap. Ik denk ook niet dat je hier veel grote gereedschappen hebben wilt. En verder, hoeveel dierenverblijven hebben we hier? Een koeienstal, een schapenschuur en nog een koeienstal. Dat is voor deze boerderij. Dit is de eerste koeienschuur. Een klein stukje naar buiten. Nou, en daarachter zal de tweede wel zijn. Ga ik vanuit dat het de andere koeienschuur is. Zijn dit gewone schuren? We gaan het zien. Oh, dit is de schapenschuur. Natuurlijk. Hoeveel schapen kunnen hierin? Hier staan ook gelijk de andere trekker, de balenpers. 70 schapen. Nou, dat is op zich wel een mooi aantal, denk ik. Hier staat een andere massie. Gelukkig, ik was al bang dat je met John Deere zou starten, maar dat valt gelukkig mee. Nee, gekkigheid natuurlijk. Ja, en zoals Engelse boerderijen betaamt. Altijd rommelen om die boerderij heen. Maar op zich, het ziet er wel leuk uit. Ook gewoon die hoogteverschillen op de boerderij. Ja, ik hou ervan. Dan is dit de andere koeienschuur zo te zien. Even kijken. Nee, dit is die schapens. Nee, dit is wel de koeienschuur. Man. 30 koeien kunnen erin. Ze hebben ook niet veel ruimte, moet ik zeggen. Nou, dan pakken we die auto. En dan gaan we eens even een rondje toeren over de map. En over die andere boerderijen natuurlijk. Het
zeiden we, een stuk of 5 boerderijen had je hier. We pakken mooi even de auto en dan gaan we eens even een rondje toeren. Nou, het is al lang geleden dat we weer een maptour hebben gedaan, ja. Maar ik wil dat toch weer een beetje op gaan pakken. Ik vind het toch wel erg leuk om te doen. En ik denk jullie ook wel. Tenminste, aan de positieve reacties en dergelijke weet ik dat het ook wel goed ontvangen wordt. Gaan we eerst eens even op de map kijken welke kant. We moeten niet zomaar ergens naartoe rijden, want dat schiet niet op. Want ik denk dat ik dan verdwaal. Ja, hier zit die andere boerderij. Nou, daar rijden we rechtop aan. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, ik heb even de hele map gekocht. Want dan kunnen we ook zien wat voor dierenverblijven de boerderij heeft. Deze heeft bijvoorbeeld een schapenschuur. Deze, ja, dit is inderdaad de biogas. Dat hadden we al zo'n beetje ingecalculeerd. Deze boerderij heeft een koeienstal en een kippenhok. Dit is een koeienboerderij. Het zijn voornamelijk koeienboerderijen als ik dit zo zie. Nou, dit zullen je verkooppunten zijn. En dan zit hier nog een koeienboerderij. Dus op zich wel een leuk mapje voor multiplayer, denk ik. Als je met verschillende mensen allemaal een eigen boerderijtje hebt, dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 en de biogas. Dus je zou met 6 verschillende bedrijven kunnen werken. Dat is op zich wel een leuk idee. Nou, we gaan onze weg vervolgen richting de eerste boerderij, of ja, de tweede boerderij. Maar het is inderdaad echt een map van gras. Het is overal zo'n beetje gras wat je ziet. Wel heel open. Open map. Net zoals in Ballyspring, die is net overal wat dichter. Er zitten overal wat meer bomen tussen. En ze zeggen wel smalle weggetjes, maar voor mijn gevoel is hier toch iets meer ruimte dan op Ballyspring en bijvoorbeeld Koert Farms. Dus dat is op zich wel fijn. Vind ik wel prettig. Oh, hier wordt het al wat smaller. Veeroostertje. Leuke toevoeging. Nou, je ziet al op de zee uit. En dan zit hier de boerderij. Ja, het is echt een map voor gras en koeien, schapen. Ja. Als dat je ding is, dan is dit wel een map voor jou, denk ik. Kijk, dit is een mooi veldje zo tegen die heuvel op. Dat is gewoon een klein maar fijn boerderij. Met al die rommel. Kunnen we die rommel ook verkopen? Dat vind ik soms ook nog wel eens even interessant om te weten. Kun je dit slopen? Nee. De boerderij kun je ook niet slopen. Dus je zit er wel aan vast. Dat vind ik zelf altijd wat een nadeel. Ik hou ervan dat je eigenlijk alles kan verwijderen en kan inrichten zoals je zelf wil. Dat is hier dus niet het geval. Je moet het dus echt doen met de boerderijen wat je hebt. Nou ja, zoals die is. Je kan natuurlijk een extra schuur ergens neerzetten, dat kan altijd. Maar je kan niet de boel slopen en helemaal zelf inrichten. Ja, dat vind ik toch wel jammer. Schaapjes, hoeveel schapen gaan hierin? Ook weer 70. Gewoon een netjes boerderij. Op zich, het sfeertje wat er hangt. En dan ben ik een keer in Schotland geweest. En ik weet niet of dat helemaal hetzelfde is als Ierland. Maar ja, het voelt wel realistisch aan. Nou, pakken we de auto. Gaan we snel weer verder. Volgens mij kunnen we niet verder rechtdoor. Want daar loopt de map op zijn eind. Ik kan dus niet bij de zee komen. Ja, het zijn wel leuke weggetjes. Leuke muurtjes langs de weg. Ja. Ik ga voorlopig geen Engelse mappen meer spelen, want ik ben klaar met al die muurtjes. Maar dit ziet er toch wel heel mooi uit. Echt wel mooi gemaakt, die muurtjes ook. Goeie details erop. Nou, een stukje rechtdoor. Rechtsaf volgen we deze weg zo. En dan hoop ik dat je hier langs naar bij de biogas komt. We gaan het zien, want dit is ook de grens van de map. Dus het is een beetje spannend, maar het komt vast goed. Wat zeg ik? Het is niet een map van mij. Maar
Dat is wel een leuk mapje. Ja, dan moeten we hier naar rechts. Maar het is vooral gebaseerd op gras. Dus dat moet wel je ding zijn. Nou, straks vliegen we wel weer even een rondje over de map heen voor het totale overzicht. Maar op zich, het is hier vrij open en overzichtelijk. Dus je krijgt nu al echt een mooi idee van hoe deze map is. Je hebt inderdaad, er stond ook in de omschrijving, je hebt mooie uitzichten. Nou, dat klopt wel. Kijk, daar zit die schapenboerderij waar we net vandaan komen. Zou er ook voor kunnen kiezen om hier naar rechts te gaan? En is dat een beter idee, want daar loopt de map op zijn eind. Het is even zoeken, maar net wat ik zeg, net zoals bij andere maptours. Het is ook mijn eerste keer op de map, want ik denk dat... Ja, dat vind ik het leukst. Dat je er gewoon blanco in gaat. Oh. Dan kunnen we samen de map ontdekken. En dan is voor mij ook de eerste oordeel wat je dan krijgt. Ik denk dat het wel het meest pure is wat je kan krijgen. Het weggetje is ook wel leuk gemaakt trouwens. Die sporen zo in dat zand. Kunnen we niet naar links. Er staat weer wat rommel in het veld. Ik vind dat wel jammer dat je dat soort dingen dus niet kan verwijderen. Dat is het enige minpuntje tot nu toe. Voor de rest ziet het er gewoon goed uit. Zeg, is dit wel een heel mooi plekje zo, aan het water. Ik rij weer eens ergens tegenaan, gaat weer goed. Komen we hier toch op de rand van de map. Ik hoop dat we hier gewoon over de weg kunnen. Maar misschien hadden we ook dan gewoon die asfaltweg kunnen volgen, maar dit was ook een leuk weggetje. Dit is gewoon een decohuisje. Nou, ik zie de biogas al in de verte, dus dat gaat goed komen. Ja, ik hou ervan die heuvelachtige mappen, dat dan weer wel. Ik ben iets minder van die muurtjes en die hekjes, maar dat heuvelachtige, ja, dat vind ik mooi. Heeft net wat meer, ja, het heeft net iets meer dan die vlakke mappen. We verdienen ook al ergens geld aan, want we hebben nu meer geld dan waar we mee starten. Dat is ook wel bijzonder, zullen we ergens zonnepanelen zijn. Even kijken, wat is dit? Silagebalen kun je hier verkopen en de winkel is hier. De voertuigenwinkel. Hier zal de winkel inderdaad zitten. En hier het reparatiemenu. Nou. Nou, basic winkel. Dit zijn wel weer leuke toevoegingen. Die trailer, dit cultivator dingetje. Die hekken hier. Ja, dat vind ik gewoon wel pluspunten qua decoratie, qua aankleding. Nou, dan is de volgende halte de biogas. Nou, daar hoeven we niet zo ver voor te rijden, want die zit hier rechts al. Mooie, ruim opgezette biogas. Schuren erbij. Silagebunkers erbij. Nou, hier kan je wel mee uit de voeten, denk ik. Ook weer leuk, die extra details. Ja, de map is gewoon goed verzorgd, goed aangekleed. Nou, gaan we verder naar de volgende boerderij. Iets verder uitzoomen, dan kun je iets meer zien van de map zelf. En het lijkt of die bomen ook... iets anders eruit zien, maar dat kan misschien ook door de custom belichting komen. Hier komen we volgens mij alweer bij een boerderij uit. Of is dit een verkooppunt? Oh, dit is zeker de veehandelaar. Zou kunnen.
gaan gewoon even op de map kijken. Dan is de, dat is de kortste klap. Ja, dit is een verkooppunt voor het graan. En dit is inderdaad de veehandelaar. Nou, niet alleen vee, er liepen ook genoeg mensen. Oh. Nou, hier zit de rand van de map. Ja, op zich valt het op. Maar kijk, ik hou ervan dat de map optisch doorloopt. Niet dat je zo'n grens hebt wat we ook regelmatig tegenkomen. Maar dit is... ja, dit ziet er gewoon netjes en verzorgd uit. Nou, en zo rijden we alweer richting de volgende boerderij. Het is volgens mij wel weer een redelijk grote boerderij, als ik dat zo zie. Er zit verder geen dorpje in deze map, volgens mij. Het is echt puur landelijk gebied. Nou, we laten de auto hier even staan. Er zal geen verkeer op de... Nee, voor mij, ik ben nog geen verkeer tegengekomen. Zit denk ik niet op deze map. Nou, hier het boerderijhuis. Ik vind deze boerderij misschien nog wel mooier dan waar je mee begint op Nieuwe Boer. Schuurtje. Voor mijn gevoel zit wel elke keer die... dat handvat aan de verkeerde kant. Nou, mooie ruime schuur. Hier nog mooie opbergruimte. Ja, ik denk dat dit wel, dat ik deze boerderij wel iets beter vind. Iets georganiseerder ook. Dit is dan die kippenschuur zeker. Kan die ook open, die deur? Nee, kan niet open. Deze dan. De poort gaat wel open. Nou, ik wil even kijken hoeveel kippen hier nou in kunnen. Dat zou wel, wel even leuk zijn om te weten natuurlijk. Nou, ik ben er. Even kijken. Hoeveel kippen gaan hierin? 960 stuks. Goeiedag. Nou, daar heb je in ieder geval al genoeg kippen. Het is alleen jammer dat je er niet in kan, volgens mij. Nee, je kan er echt niet in. Dat is... Je ziet de kippen dus niet lopen, ben ik bang. Dat is wel jammer. Nou, dit is weer de koeienschuur. Ook alles weer custom. Ja, ik vind het mooi. Dat maakt wel een map uniek. Ik wil even kijken hoeveel koeien hier natuurlijk weer ingaan. De deuren mogen wel iets sneller open. Dat is wat aan de trage kant. Oh, dat hadden we al gecheckt. 90 koeien. Ja, dit is wel de grootste boerderij denk ik als ik dit zo wat bekijk. Nou, pakken we de auto en dan gaan we weer vrolijk verder. Nou, dat is dus deze boerderij. Nou, we vervolgen onze weg gewoon. Nou, we kunnen eigenlijk deze weg gewoon volgen, dat is wel fijn. Dan komen we hieruit. Vervolgens komen we bij dit verkooppunt uit. En dan komen we hier zo bij de laatste boerderij uit. En dan zijn dit je, of je, de bosbouwgebieden, denk ik. Er zit geen zagerij op de winkel, volgens mij. Maar, ja, die is snel geplaatst. Dit is wel, ik vind het een mooi boerderijtje. Alleen ja, die Engelsen, die ruimen nooit wat op, hè. Tenminste, zo doen die mapmakers het altijd overkomen. Maar je moet wel een beetje van de overzichtelijke mappen houden, want hij is vrij open. Maar ondanks dat hij zo open is, zit er toch wel sfeer op. En dat is best knap. Want meestal is die map open... Als het open en bloot is, ja, dan gaat het toch heel snel ten koste van de sfeer. En wat aankleding met bomen, et cetera, ja, dat doet toch wel veel. Maar ik denk dat het door die heuvels komt, die mooie aangeklede weggetjes. Ja, ik vind het een mooie map. Ik denk dat ik deze map wel een... ja, ik denk dat ik... Als ik nou geen ballyspring deed... En heel lang geen Engelse map meer had gedaan, dan zou dit zeker een kanshebber zijn. En ik denk toch wel dat ik deze map een 8,5, ja, een dikke 8,5 geef. Nou, hier hebben we de volgende boerderij. Dit was ook gewoon een goede boerderij. Wel een grote boerderij hoor, als je dit zo op het eerste oog weer bekijkt.
Mooi geluidje van de hekjes. Wat schuurruimte. Is dit de koeienschuur, denk ik. Koeienstal groot. Melk, tank. Hier zit ook een deuk in de deur. Oh, deze gaat wel snel open. Beter. Maar waar kan ik nu zien hoeveel koeien erin gaan? Ik schat ook weer iets van 80, 90, maar oh, daar. Ja, 90 koeien. Misschien is het ook wel dezelfde stal als die andere, hoor. Dat zou kunnen. Deze wil niet open. Daar gaat hij al. Nou, hier zit de werkplaats. Hier nog een schuur. Ja, dit is ook een leuke boerderij. Maar die andere is mijn favoriet. Nou, deze is ook wel een sfeervolle boerderij. En mooi allemaal weer van die custom gebouwen. Dat is toch wel... ja, vind ik wel bonuspunten waard. Nou, dan hadden we hier de verkooppunten. Even kijken hoe we daar komen. Oh, gewoon de weg vervolgen, denk ik. Oh, toch gek dat die hechtjes altijd collision hebben. Dat vind ik toch wel apart. Ja, hier heb je eigenlijk alle de verkooppuntjes wat bij elkaar. Het zal inderdaad het wol zijn. Daar kun je je bomen kwijt. Het is geen productie, het is echt puur verkoop. Maar je hebt hier wel mooie uitzichten hoor op deze map. Kijk eens. Ja, ik vind het heel gaaf. Kom je hierin dan? Oh, kijk. Hier kun je je graan nog kwijt. Eén ding hebben we nog niet bekeken. De custom groeikalender schiet me net in de zin. Ik denk, ik moet toch even kijken, anders vergeet ik dat. Dan weet ik niet helemaal wat die custom aan is, maar... Dit is volgens mij gewoon standaard. Ja. Ik zie geen verschil. Ja, hier, dus zetten we even op de map en we hebben nu al bijna 1400 euro verdiend zonder dat we iets gedaan hebben. Dus je zal ergens zonnepanelen hebben, denk ik. Nou hebben we ook de hele map gekocht, dus dat is het natuurlijk ook. Nou, dan gaan we richting de laatste boerderij en de twee bosbouwgebieden. En dan gaan we vanaf daar even een klein stukje vliegen. En dan heb je denk ik wel een goed beeld van deze map. Zit er verder geen extra's in qua producties. Maar de basis is gewoon goed. En ik heb de verkeerde afslag. Nou, hier heb je ook weer een prachtig uitzicht. Over de heuvels, over het meer. Het is ook een mooi plekje hoor hier denk ik. Nou, hier gaan we richting het bosgebied. Nou ja, bosgebied. Bosbouwgebied. Er staat inderdaad een ruïne hier aan de linkerkant. Kunnen we wel eventjes bekijken. Ja, hier heb je de ruïne. Wel leuk gemaakt. Hier zit een heel vreemd gat in. Maar daarvoor is het ook een ruïne, maar ja, ik vind het leuk gemaakt. Dat dit blijft hangen, hè? Dat is best knap. Nou, gaan we naar de laatste boerderij. Mijn gevoel zegt links. Het ziet eruit als een toegangsweg naar de boerderij toe. Dit is wel een mooie oprit richting je boerderij, hoor. Dat vind ik wel een leuk weggetje. Ja, deze map. Ik geef hem een 8,5. Ik ben benieuwd wat jij hem geeft. Even op de oprit parkeren. Zonder schade, AIB. Is dit het huis bij deze boerderij?
En dan hebben we hier een prachtboerderij. Ja, dit is een mooi zwevelboerderijtje. Maar ik hou ook van dat soort stenen en dat soort dingen. Ja. Dan is deze boerderij misschien wat kleiner dan die andere. Maar ik denk toch dat dit dan mijn favoriet is. En wat hadden we hier? Ook koeien, dacht ik. Dit vind ik wel een... Dit is mijn boerderij 70. Als ik deze map zou spelen, dan is dit mijn boerderij. Ja, heel mooi. Even kijken, wat zit hier? Nou, dit is allemaal voor de koeien, denk ik. Licht aan en uit. Wat opslagen zijn dit? Je silo-bunkers. Ja, dit zijn twee overdekte silo-bunkers. Bunkersilo's. Lekker, Mark. Of is dit er niet één? Zou kunnen hoor. Even kijken. Ja, dit is er ook één. Nou, ze zijn ook nog allebei verschillend van elkaar. Is wel leuk gedaan. Nou, dan gaan we vanaf hier even een rondje vliegen. En dan hebben we een mooi beeld van deze map. Dan vliegen we even een klein rondje over deze map heen. Dat je een mooi totaal uitzicht hebt. Hier heb je de ruïne. Daar een paar hunebedden. Nee, grapje. Volgens mij is dit de boerderij waar je mee begint, denk ik. Waar we nu op afvliegen. Ja, dat is dit is je stadboerderij. Nou, van bovenaf ziet het er wel keurig netjes uit. Want die andere twee wel mooi, denk ik. Nou, dan gaan we gewoon even de weg vervolgen die we ongeveer gereden hebben. Richting de zee. De Atlantische Oceaan. Daar het kleine schapenboerderijtje. Gaan we zo richting de biogas. Mooi die slingerweggetjes zo door het landschap heen. Hartstikke leuk. Maar je had inderdaad de asfaltweg kunnen volgen, denk ik. Wij zijn hier langs gereden. Maar het had gekund. Daar hebben we de biogas al. Met de winkel er tegenover. Ja, ik kan er veel langer overheen vliegen. Maar het is vooral veel gras. Her en der een klein beetje ruimte voor akkerbouw. Maar dan met al die mooie romantische Engelse weggetjes, heggetjes en hekjes. Oh, en hier heb je nog het verkooppunt voor je stenen, denk ik. Ja. Wil ik je voor nu hartelijk bedanken voor het kijken naar deze maptour. Vond je dit een leuke video? Druk dan even die duim erop. Dat zou ik erg waarderen. En je helpt mijn kanaal ermee. En laat even in de reacties weten wat jij van deze map vindt. En zou jij hem spelen, ja of nee? En wat is jouw cijfer? Wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende video. Onsje!